Waarom moeten wetenschappers stoppen met zoeken naar een intelligentiegen? Dit is de Universiteit van Nederland. Wetenschappers ontdekken een intelligentiegen. Ik kan hier zo kwaad om worden. Echt, dit is echt de grootste onzin die je maar kunt verzinnen. En het staat niet één keer in de krant. Nee, bijna wekelijks zie je weer een schizofreniegen ontdekt. Of een gen dat bepaalt naar welke school je zou moeten gaan. Dit soort dingen, dat lijkt wel alsof we op weg zijn naar een supermens. Alsof DNA-onderzoek er alleen maar is om supermensen te gaan creëren. Dat irriteert mij. Ik vind dat vervelend, want wij zitten heel dicht bij het DNA-onderzoek. Ik werk in het UMC Utrecht en daar wordt veel DNA-onderzoek gedaan. En ik wil graag uitleggen aan de mensen wat we daar nou eigenlijk aan hebben. En door dit soort berichten heb ik het gevoel dat ik die uitleg helemaal niet kan geven. Want ze denken dat het toch allemaal om dit soort, ja, science fiction-achtige verhalen gaat. Dat wil ik vandaag eventjes rechtzetten. Ik neem u mee in de wonderenwereld van het DNA-onderzoek. En het eerste wat je moet doen als je DNA wil onderzoeken, is natuurlijk DNA te pakken krijgen. Dat is niet zo heel erg moeilijk. DNA kun je overal uithalen als je DNA van jezelf zou willen hebben. Nou, neem wat van je huid, een beetje speeksel. Bloed is natuurlijk heel goed, sperma kan ook. Ik ga niet mijn eigen DNA isoleren hier op het podium. Ik ga dat doen met iets van een ander beest. Nou, zijn er verschillende manieren, verschillende onderdelen uit de natuur waar je heel makkelijk DNA uit kunt halen. Een kiwi kan, gaat heel goed, vond ik een beetje suf, kiwi. Haringsperma is ook perfect, vond ik een beetje vies eerlijk gezegd. Dus ik heb een orgaan van de koe gehaald. De thymus. Een klier die bij het hart zit en bij de slager kun je die gewoon kopen onder de naam zwezerik. Ik heb hem hier liggen. Ik zal eerst even mijn handschoenen aandoen. Uit die zwezerik kun je heel makkelijk DNA halen. Kijk, in principe, als je DNA uit een beetje speeksel haalt of uit een haar, dan is dat prima voor analyse. Niks aan de hand. Alleen het is zo weinig dat je er niks van ziet. Het gebeurt allemaal zonder dat je het echt kunt zien. En ik wil jullie DNA laten zien. Dus we gaan zoveel DNA isoleren dat ik het gewoon de plekken hier aan jullie kan laten zien. Nou, daar gaan we. Dit is dus die klier. Het ziet er een beetje vies uit, maar ja, als je het bakt schijnt het heel lekker te zijn. Ik zal daar een klein stukje van afsnijden. Ik heb eigenlijk maar heel weinig nodig om dat DNA eruit te halen. Dus ik zal dat hierin doen. En eigenlijk het enige wat je hoeft te doen is fijn malen. Het zorgen dat de cellen kapot gaan. Handig is als ik daar een beetje van dit ijs bij doe. Dat noemen ze droog ijs. Dat gaat een beetje borrelen, maar het zorgt er vooral voor dat ik goed kan malen. Nou, daar gaat hij. Ja, het ziet er spectaculair uit, maar dat komt eigenlijk alleen maar door dat droogijs. En het gaat mij nou net om dat DNA. Dus ja, eens kijken of ik het al te pakken heb. Zo. Ik hoop dat dit voldoende is. Ik voeg daar wat water aan toe om dat DNA goed op te lossen. Zo. Een beetje roeren. Het is wel de hogere laboratoriumtechnieken dit hoor. Zo. En nu heb ik de cellen kapot gemaakt. Eigenlijk alles wat er in die cellen zit, dat drijft dus hier in dit bakje. Ik giet dat hierin. Ja, het is een beetje zo. Ik zet deze even aan de kant. Dan moet ik daar nog even een beetje goed mee schudden. Nou, wat we hier hebben is dus
kapotgemaakte cellen. Alles wat in die cellen zit, dat drijft hierin. En het enige wat we nog moeten doen is zorgen dat we het DNA eruit halen en de rest niet meenemen. En daar hebben wij alcohol voor. Ik giet dat er heel voorzichtig bovenop. En als je dan goed kijkt, dan zie je dus dat daar slierten naar boven komen drijven. Die slierten die liggen bovenin, omdat die graag in die alcohol gaan zitten. En ik kan er eigenlijk zo met een haakje uitvissen. Even kijken of dat lukt. Ze laten zich niet zo makkelijk vatten. Maar als je een beetje geduld hebt, dan zien we hier het DNA van een koe. Ja. En wat kun je daar nou mee? Eigenlijk is dit de basis voor elke DNA-analyse. En je moet natuurlijk zorgen dat je het DNA hebt waar jij in geïnteresseerd bent. Nou is het DNA van een koe voor mij niet zo heel erg interessant. Maar, en ik doe ook mijn jas even uit. Zo. Waar wij natuurlijk in geïnteresseerd zijn, is het DNA van mensen. En ik heb hier iets wat ik zo meteen nog nodig heb. Wij zijn geïnteresseerd in het DNA van mensen. En in het UMC Utrecht, daar kun je naar de afdeling DNA-diagnostiek gaan en dan zie je dus dit soort laboratoria. Je ziet drie apparaten staan, die zijn eigenlijk 24 uur per dag bezig met het analyseren van DNA van patiënten. En zo'n apparaat kost ongeveer een half miljoen euro per stuk. Nou, ze hebben er daar drie van staan. Dit is de huidige praktijk. Die apparaten die lezen dus de DNA-code af. En in dit geval zijn het voornamelijk van patiënten in het ziekenhuis. Mensen waarvan we willen weten of ze een erfelijke ziekte hebben of niet. Maar, ik zei al, dit is de huidige praktijk. Dit is de toekomst. Eigenlijk dat apparaat wat je daar ziet, een half miljoen euro, in één USB-stick. Dit is werkelijk waar een DNA-afleesapparaat. Je kunt er een klein druppeltje bloed in laten. Je steekt hem in je computer, nou niet in je computer, maar in de analysecomputer. Uurtje of drie, vier en dan rolt de DNA-code zo over je scherm. Dit is echt iets waarvan men verwacht dat het de DNA-onderzoekers enorm op weg zal helpen. Niet alleen omdat het zo'n klein apparaatje is, maar vooral omdat het zoveel goedkoper wordt om dit soort analyses te gaan doen. Wat je gaat zien is dat eigenlijk veel op veel grotere schaal het DNA geanalyseerd gaat worden. En daarom vind ik het ook zo interessant om met het artikel wat ik je zojuist liet zien te beginnen. Het artikel in Elsevier gaat over een project in China. En in China hebben ze ervoor gekozen om niet drie van die apparaten neergezet, maar ze hebben er meteen duizend neergezet. En dat project, een van de dingen waar ze zich op richten, is het ontrafelen van de genetica van intelligentie. Wat ze dan doen is eigenlijk vrij simpel. Je neemt een groep mensen willekeurig, een beetje normale IQ, en dan ga je op zoek naar de allerslimste Chinezen. Die zet je in één groep, de slimme Chinezen en de gewone Chinezen. En je onderwerpt ze allemaal aan een standaard IQ-test, gestandaardiseerde IQ-test. En vervolgens komen die apparaten in beeld. Ze lezen het hele DNA af van ieder individu. En dan is het statistiek. Heel veel statistiek. Wat ik interessant vind om even te noemen is, wat voor vraag proberen deze Chinese onderzoekers eigenlijk op te lossen? De vraag waar zij antwoord op kunnen geven is dus niet welke stukken in het DNA zorgen ervoor dat intelligente mensen intelligent zijn. Dat is niet de vraag. En ik zal uitleggen waarom niet. Eigenlijk is de enige vraag, en dat is wel een beetje moeilijk geformuleerd, zijn er variaties in het DNA te vinden die
een statistisch relevante correlatie vertonen met variaties in intelligentie. Nou, dat klinkt ingewikkeld. En ik snap ook heel goed de verleiding om te zeggen, nou, zo vind je dus degene die slimme mensen slim maken. Ik snap het heel goed, maar trap er niet in. Het is niet waar. Dat is niet wat het onderzoek doet. Ik ga dat uitleggen. Een metafoor. Metaforen doen het altijd goed en in dit geval ben ik geïnteresseerd in auto's. Stel, je bent geïnteresseerd in de topsnelheid van een auto en hoe die tot stand komt. Welke auto's rijden nou heel erg hard? Welke kunnen er boven de 200 en welke niet? Nou, als ik u zou vragen van nou, noem eens wat daar invloed op heeft, dan noemt u waarschijnlijk nou, hoeveel cilinders heeft die auto, welke brandstof rijdt die auto, iets als welk type banden misschien, ja, je weet het niet. Maar dan is er iemand anders in de zaal en die zegt, oh, wacht eens eventjes. De topsnelheid van een auto, die wordt natuurlijk ook bepaald door het terrein waar die auto op rijdt. Rij je bergop, bergaf? Heb je tegenwind of niet? Wat is het voor wegdek? Strak asfalt of rijdt hij door zand? Dat is allemaal waar. Dus de omgeving bepaalt heel duidelijk hoe hard die auto kan. Dat is voor iedereen helder. Nou, zo geldt dat natuurlijk ook voor je lichaam. Heel veel eigenschappen worden ook bepaald door wat er met je lichaam gebeurt en onder welke omstandigheden jij je bevindt. Dat betekent dat als je dat DNA wil onderzoeken en je wil kijken hoe het DNA je lichaam beïnvloedt, dat je eigenlijk zou moeten corrigeren voor de omgeving. Je zou dus moeten proberen die omgeving invloeden gelijk te houden. Nou, in het geval van zo'n auto-onderzoek zou je dus kunnen voorstellen dat je alle auto's op precies dezelfde manier gaat testen. Zelfde omgeving, zelfde wegdek, geen wind, nou, dat soort dingen. En dan? Nou, dan is het eigenlijk heel simpel. Dan ga je die auto uiteraard de snelheid meten, maar vervolgens ga je hem uit elkaar halen. En dan maak je dus eigenlijk een lijst van alle onderdelen in die auto. En van alle onderdelen schrijf je precies op hoe ze eruit zien, hoe ze gebouwd moeten worden, welk materiaal het is, welke vorm het heeft. Alles van die onderdeeltjes wil je weten. En dan komt de statistiek. Want dan ga je dus vergelijken van de auto's alle topsnelheden en van diezelfde auto's de lijst met alle onderdeeltjes en hoe die verschillen tussen die verschillende auto's. En inderdaad, op die lijst vind je dus dat auto's met 6 cilinders statistisch gezien een grotere kans hebben om boven de 200 te rijden dan auto's die maar 2 cilinders hebben. Nou, 2 cilinders is wel heel weinig trouwens. De 2 liter motor tref je aan op die lijst. De spoiler tref je aan op die lijst. Een dubbele uitlaat. Allemaal direct invloed op hoe snel die auto kan rijden. Maar op die lijst tref je ook aan lederen bekleding. Een klein sportstuurtje staat er ook op. Maar dat heeft natuurlijk geen directe invloed op hoe snel die auto kan rijden. Toch? Er is wel een correlatie, maar er is geen causaal verband. Die dingen doen niet mee aan hoe snel die auto kan rijden. We snappen natuurlijk allemaal al hoe het kan dat die lederen bekleding op die lijst komt, want inderdaad, snelle auto's hebben vaak leren bekleding. Daarom, precies om die reden, vinden de Chinezen nooit degenen die mensen slim gaan maken. Ze zijn op zoek naar intelligentiegenen, maar dat is eigenlijk hetzelfde, en ik vind dat een beetje simplistisch gedacht, als zoeken naar de topsnelheidsgenen van de auto. Alsof je een paar onderdeeltjes kunt aanwijzen die maken hoe snel die auto kan rijden. Intelligentie is niet te vatten in 1000 genen. Het is niet te vatten in 10.000 genen. Intelligentiegenen bestaan gewoon niet. Eigenlijk, als je zo'n lijst met genen vindt, dan zou je dus gen voor gen moeten gaan uitzoeken of ze ook daadwerkelijk iets doen met intelligentie. Of ze daadwerkelijk iets bijdragen. Net zoals je bij elke auto onderdeel zou moeten nagaan, is het wel echt een onderdeel van het mechanisme. Zorgt het echt dat mijn auto sneller gaat? En dat valt niet mee voor veel menselijke eigenschappen. Het is toch wel verdomd moeilijk om voor intelligentie te gaan kijken hoe die kleine onderdeeltjes in de cellen, hoe zo'n stukje DNA je cel beïnvloedt en hoe dat iets met intelligentie te maken heeft. Ik zeg dus, intelligentiegenen bestaan niet.
eigenschappen als intelligentie zijn zo complex dat we daar eigenlijk nog geen grip op hebben. We moeten ons richten op afwijkingen. En hoe die afwijkingen ons ziek maken. En welke afwijkingen je in je DNA jou ziek maken, dat vertel ik in het volgende college.